Yo kijkers, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Simba Alan en vandaag speel ik geen Roblox of zo, maar ik heb mijn nieuwe PlayStation 5 gekregen en ik ga met jullie Planet Coaster spelen. Woo! Zo, we zijn in mijn park. Check. Woo! Ik heb hier een hier is een kasteel in de gang zo. Dat kost maar hoeveel? Dat kost. Wacht. Hoeveel? 4,80 euro. Zoveel kost dat. En kijk, ik ga jullie één ding duidelijk maken: dit is mooier dan Roblox Team Park Tycoon 2. Kijk, check die mensen. Die lijken toch mooier en echter. Check. En die kunnen echt blij zijn of verdrietig zijn. Kijk, die kunnen praten. Ze kunnen elkaar vasthouden, kunnen zingen en dansen. Ze kunnen plezier maken. Maar laten we nu maar beginnen. Mm-hmm. Wat voor een nieuwe attractie gaan we bouwen? We gaan eerst beginnen met normale attracties. Geen rollercoaster of zo, maar ik ga het nog niet maken. Eerst normale attracties. Als ik zei, wat gaan we kiezen? Mm-hmm. Dat is plop. Oh, jee! Nee, ik vind dat goed, maar ik moet eerst beginnen met rustige dingen, zoals dit. Ja, laten we de bus plaatsen. Zo, en zo. En nu de ingang. Echt super lang zijn. Zo. Omdat echte ingangen ook zo lang zijn als bijvoorbeeld plopselandpannen. Die ingangen zijn super, maar echt super lang. Bijvoorbeeld de Tomorrowland, die is super lang. Want er wordt veel volk naartoe. Wat is er aan de hand? Oh, come on! Wat is dit nou weer? Oké, ik moet even naar de stad gaan. Een poetser. Ik ga even een vriend mee pakken voor jou. Nee, we gaan er 3 plaatsen, want dat is te veel. Oké, maar gaan we nu verder bouwen? Kijk, je hebt iets. We gaan nu even inzitten. Kijk, dat doe je zo op dat camera te drukken. Kijk. We gaan niet zo kijken. We gaan zo kijken. Daar gaan we, jongens en meisjes. Daar gaan we. Ja. Nou, hier ben ik. Een gewone normale pop. Hier gaan ze Barbie poppen van maken. Zo. Ook glitched. Ik ga eens de buitenkant laten zien. Kijk. Oh my gosh, kijk, dat verandert van kleur. Woo! Iedereen wordt gek in die attractie. Open. Kraampje aan de uitgang plaatsen is goed. Ja. We gaan een kraam. Maar echt een kraam aan de uitgang. Waar is ze nu weer? Mm-hmm. Stap building 3. Even stap 7. Yes. Ik heb toch ultimate cash. Ik heb superveel euro's. Ik ben bijna de rijkste man ter wereld. Weet je waarom ik dat doe? Kijk, bijvoorbeeld, er is een probleempje daar en ik moest dat snel oplossen omdat er te weinig mensen waren om te werken. Dus ik moest even helpen met wat meer te plaatsen. Wat is dit nou weer? Ja, zo niet. Welke kraampjes heb ik? Oh, frietjes! Woe! Frietjes! En wat is dit? En de prijs? Hoeveel kost die? Mm-hmm. Oh, dat is beter. Even eens kijken, hè. En dat kan niet. 8 euro, dat is te veel. Naar beneden. 3 euro. Wacht, hè. 3, dat is goed. En deze moet 4 euro zijn. Bijna. Oh.
is iets te snel. Dat moet goed zijn. En hoeveel kost dat? Telefoon. De Goopli. Oh jee, dat is te veel. Nee. Allemaal 2,50 euro. 50. En dan weer 2,50 euro. €2,50. We gaan de prijs voor heel het park hetzelfde zetten. Zo, €2,50. Oeh, snacht, kijk hoe mooi! Oh, het is aan het testen, maar... Nee, ik... Wat is dat? Oh, het is open, maar voordat het open is, moet dat eerst nog goed testen. Dus deze attractie... kost €6,50. Nee! Kijk, bijvoorbeeld, ja, ik heb al tickets geplaatst, dus wat is er aan het hier? Ik heb al tickets geplaatst, dus al de attracties zijn gratis. Mensen betalen al inkomen, dus dat hoeft. Dus alles gratis. Even kijken welke attracties wat gratis zijn. Wat is dit? What is that? Dat zijn struikjes. Wacht. Laat me eens even kijken. Wacht, ik vertrouw dit. Trek. Wacht, hè. Laat me eens iets kijken. Oh, dat is dit. Dat is het. Oh, nu snap ik het. Nu snap ik er niks van, hè. Ik weet het al. Ik was bezig met één ding. Dan moet ik dat ding ook afmaken. Nu heb je gelijk. Spijt mij. We gaan dan een beetje van versiering maken. We gaan nu een volgende zetten. Omdat die open is. Wat gaan we maken? We gaan beginnen met ons eerste track ride. Een attractie. Waar is de ingang? Dan moet ik eerst even kijken, hè. Oh, helemaal hier. Ah, nu snap ik het. Hoefie. Zo. Wow, ik hoor stepjes voor testen. Ik wil weten wat dit voor attractie is. Dit auto testen. Wow. Ik wil besturen, bro. Dacht ik dus even niet, bro. Ik ga besturen. Ik ben chauffeur. Ik wil eens kijken hoe we in het kartje zitten. Oh, dat kan niet. We moeten dat zo doen. Dat is moeilijk. Oh, andere kant. Oeh. Allemaal zigzag. Oké, genoeg. Oké, knak met apart. Waar is de ingang van weer? Ah ja, ik kan hier. Poesie. Andere kant. Ik ben altijd niet slim. Soms ben ik slim, soms niet. Maar niet lachen met mij. Anders krijgen jullie medelijden. Maar echt reuze medelijden. Ik zal maar rustig zijn. Maar ik meen het, rustig. Zo. En nu de uitgang. De uitgang. Come on. Dat was dus snel. Oké, dan moeten we even iets. Moeten we even de ingang wat beter maken? Want dat is de dik. Ik moet dat beter maken. Niet dat stuk. Dat stuk. Even. Dit stukje. Gaan we gewoon even zo gaan. Ja. Laten we gewoon eerst de uitgang doen. Dan ga eerst de uitgang. Want dan is. Nee, dan ga ik niet even zo doen.
Want ik ben bang dat ik dan de attractie weg ga doen. En dat gaat niet leuk zijn. Come on, ik ben echt helemaal de rond, hè. Ja, ik begrijp jullie. Jullie vinden dit niet leuk. Ik ga die bom direct uit de weg doen. Niet lachen met mij. Niet lachen. Dat is niet grappig. Maar echt niet. Want als jullie lachen met mij en jullie gaan een keer vallen, ga ik lachen met jullie. Dat is een grapje. Ik lach nooit met iemand. Oké, is klaar. Oké, laat me even de eerste. Ik ga de prijs op een 0 zetten. Oh, 20! Dat is te duur. Ik zal wachten, hè, tot het 0 is. 0. Ja, nu. Oezie! Open. We gaan eens kijken of onze andere attractie al volk heeft gehad. Eens zien. Oh, er gaan al mensen in. Kijk, hè. Ik ga even naar deze moment. Ik ga even op open klikken, zo. Kijk. Oh, onze attractie heeft al 1 ster en een half. De prijs van de ingang is te goedkoop. En kijken. En nu is. Kijken. Starttest. Oh, starttest. Spijt me, sorry, dat was echt een foutje. Ik ben toch altijd soms een beetje een boef. Hé, dat is close, hè? Dat was echt. Ik begrijp het niet. Hij stond open. Ik druk even op iets en hij is dicht. Oké, ik zet hem terug open. Zo. Hij staat open. En nu wachten tot er mensen in willen. Oh, kijk. We gaan naar deze groep mensen even inzoomen. Oh, die zijn verdrietig. Ik begrijp u. Oh, camera. Wat gebeurt er als ik daar klik? Ik ben nu die persoon. Hij is interessant. Hij vindt iets interessant. Wow. Hij is goed. Hoe blij zijn. Er staan geen belbakken. Waarom staan die belbakken? Oké, die gaan we volgende keer zetten. Ik weet niet waar ze staan. Kijk, hè. De eerste attractie die ik geplaatst was deze. Kijk, check hoeveel volk er is. Check hoeveel. Ze vinden dat echt leuk. Hoe blij ben jij? Hij is nog niet blij. Hij moet er eerst ingaan, dan is hij blij. Check naar uw gezichten, die is echt blij. Kijk. Ik ga even op deze man klikken. Ja, hij is blij. Check! Je kunt letterlijk die jongen zijn in die attractie. Kijk, ik ben hem nu. Wacht, ben je bang? Nee, is blij! Ik wil al die gezichten zien. Check al die gezichten. Hand in de lucht natuurlijk, allemaal gillen. Check hoe leuk dat is. Het is echt beter dan die part aan Q2. Dit spel. Dankjewel voor dit spel te maken. Echt, het is echt super leuk. Wacht, hoe blij zijn ze in deze attractie? Oh, zij zijn super blij. En soms ook een beetje. En nu de tweede attractie die ik gemaakt heb, is deze. Het is eigenlijk met piratenmuziek, maar ik heb die uitgezet, denk ik. Kijk hoeveel volk in deze is. Oh, ik heb dat een beetje te kort gemaakt, de ingang, maar maakt mij niks uit. Echt niks. En heb je de tweede?
de boot van Plopsaland pannen. Ja, hij is er ook. Gaat naar zo. En hij gaat naar links en naar rechts. Maar echt super hoog. Ja. We gaan nog één attractie bij plaatsen. Want ze zijn echt leuk. Ze vinden het leuk. Deze keer gaan we eens hier kijken. We gaan eens naar de eenvoudige attracties kijken. Zoals deze. We gaan eerst kijken of dit werkt. Tot deze attractie open kan. Oké, altijd testen. Ik ga er echt ook in. Ik ga erin. Oh, ik was te laat. Er stond iets boven. Oké. Oh. Waarom? Ah, hoe is beter? Het lijkt een beetje op de Cadrino Skater. Die vind ik eigenlijk natuurlijk niet echt leuk. De Tomorrowland is leuker, ja? Maar echt leuker. Die gaat snel, die maakt loopingen. Oké, genoeg! Laten we nu de ingang maken. Die kartjes staat in de weg. Die rails van het kartje staat in de weg. Dat is ook. Ja. Hey, wacht! Smoothie. Ja, zo is goed. En nu de uitgang. Hij gaat door op paal. Dat is niet erg. Allee. Hoezo kan ik die niet openmaken? Serieus? Laat me hem gewoon op testen laten zo. En laat me die prijs even verminderen naar 0. Zo. Even naar de ingang van het park en die prijs wordt aanpassen. Maar nu is het toch een beetje makkelijk. Het is veel te goedkoop. 35 euro misschien. Nee, 35, dan zie ik het te veel. Want de mensen gaan dan omkeren en naar het park gaan, ik weet het. Oké, omhoog die prijs dan. Oké, omhoog. Omhoog met mijn park, ja. Omhoog. Ga je nog verder of niet? Oh, die draait je om. Hoeveel gaat je attractie ook alweer? Ik terug. 26. Zo, en voor kinderen 15. Ik pak gewoon 12. 12 is beter. 11, 12. En gaan jullie nog bij park binnen of gaan jullie gewoon naar huis? Moet je eens even inzoomen. Ik ga inzoomen op die mensen die binnen gaan kijken. Hé, hey, die andere gaan naar huis. Waarom? Ze hebben genoeg, man. Maar gelukkig zijn er wel veel mensen. Ik ga eens kijken naar die nieuwe attractie die ik geplaatst heb. Gaat hier al alles goed? Wow! Er zijn al mensen in. Woehoe! Eens kijken naar die laatste attractie. Ach. Waar is dit nog mee? De mami, ik zat. Ik heb superveel geld. Dus laat mij. Waarom kan ik die niet openmaken? Oké, dan gaan we nog wel eens bekijken.
Oké, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden. En tot de volgende keer. Dag!